Hey guys, welcome to a new vlog. Yeah. I'm going to do this in Dutch actually, because there's going to be an event on student centricity. There's going to be a vision that's going to be presented to the rector magnificus, Emile Aarts. But actually the event's probably going to be in Dutch, and I'm talking to Thijs Kramer right now, who is involved with the project. And I'll put subtitles in there so that you can all follow. So yeah, let's go. Dus, Thijs, kun je in ieder geval vertellen wat het idee eigenlijk is? Ja, het idee is als volgt. Op dit moment zijn onderhandelingen bezig over de strategie van de universiteit en van de faculteit. En daar zaten wij aan tafel met een aantal studenten. En daarin merkten we heel sterk dat de student wel voorkomt, maar in onze ogen eigenlijk net iets te weinig. Dus hebben wij met een aantal studenten, dat zijn de faculteitsraadfracties, de universiteitsraadfracties en de studenten die lid zijn van de managementteams van de verschillende faculteiten, zijn we samengekomen. En hebben wij een visie ontwikkeld op hoe wij denken dat de student centraal zou moeten staan op deze universiteit. En waar komt het vooral tekort, denk je? Wij merken op dit moment heel erg dat studenten in een bepaald hok geduwd worden. Dus een bepaald pad moeten volgen. En wij willen dat wat meer verbreden. Dus flexibel studeren, wat makkelijker maken. Maar ook aan de andere kant dat studenten worden meegenomen gewoon in besluitvorming. Dus als er een besluit genomen wordt over studenten, wat studenten aangaat, dat studenten daar ook echt altijd aan tafel zitten. Ja, okay. Hoeven niet te beslissen over of hier nou kastanjebomen of bergenbomen op de campus komen te staan, maar als er echt een besluit gemaakt wordt wat het leven van studenten op campus aangaat, willen we daar graag bij aanwezig zijn. Oké, dus bijvoorbeeld je hebt nu een pilot met het flex studeren lopen, wat vooral voor mensen, voor ondernemers was en dat soort mensen, maar niet echt voor studenten die gewoon bijvoorbeeld een bestuursjaar doen of dergelijke dingen. Ja, en niet alleen bestuursjaar, maar ook gewoon studenten die verder niet op de universiteit actief zijn naast hun studie, maar bijvoorbeeld thuis. En die bijvoorbeeld reizen, en waardoor het lastig is, die veel moeten reizen, dat ze ook in de weekend college terug kunnen kijken makkelijker. En dat willen we graag faciliteren. Oké, dus ook videocolleges. Ja, videocolleges, maar ook dus niet alleen voor de actieve studenten hier op campus, maar ook zeker voor die spoorstudent. Want we merken dat die vaak toch ook wel de dupe is van het feit dat colleges op bepaalde tijden zijn. En wat is straks het idee? Hebben jullie het gewoon uitgetypt en dan geef je het aan de rector? Nou, we hebben een verslag uitgetypt. En dat gaan we dadelijk overhandigen. Daarnaast hebben we ook een kleine bokaal. Dat staat op Towards a Student Centric University in het glas met het Tilburg University logo. Dan kan hij dan mooi op zijn bureau zetten. Dan kan hij er elke dag aan denken. En nou, we gaan daar dadelijk met hem over in gesprek. Super, dan gaan we zo meteen luisteren. Top. En dan, dankjewel. Graag gedaan. Dus wij praten ook niet meer over top-excellentie. Wij praten over het vermogen om je heel snel te ontwikkelen. Dat is iets anders. Dus hoe sneller je kunt leren, hoe excellenter wij dat vinden. Dat is echt iets anders dan heel goed zijn. Dit is beter. En dat vinden wij mooi. En student centricity en ook de voorstellen die jullie dus hier hebben geschreven, die zijn subliem. Ik heb van iemand van jullie al een beetje te horen gekregen wat daarin staat. Verleden week, maar zoek maar uit wie het is. Verleden week, vrijdag, hebben wij met het strategieteam zitten werken aan het strategisch plan, dus aan de tekst. En toen kwamen wij op de sectie te spreken, student centricity. En toen hebben wij gezegd, kopiëren plan. Precies. Waarom zouden wij iets beters bedenken als jullie het ons wil aanreiken? Being copied is a privilege. En dat geldt voor jullie ook. Dus wij zeggen jullie nou toe dat delen hiervan terug zullen komen in het plan. En dan heb je een aantoonbaar bewijs dat jullie een bijdrage hebben gegeven aan de ontwikkeling van de strategie van deze universiteit voor tenminste de 4 jaren die nu gaan komen. Dus zou ik zeggen, wat wil je meer? So I hope you guys did enjoy that vlog. If you did, you're also welcome to leave a like rating on this video. But if you have any tips or suggestions about what you want to see in the next video, you're also welcome to leave those in the comment section below or send us an email via vlogcrewtilburguniversity@gmail.com. All of that's going to be in the description, at least the email is. And then just enjoy your summer holidays and we'll see you next time. Cheers.